De natuur ontwikkelt zich steeds door en je moet je aanpassen. En als er iets zich aan moet passen en we met het werkveld moeten schakelen, is het wel onderwijs en natuurlijk ook ons praktijkgericht onderzoek. Een van de thema's waar nu heel veel energie op zit, is AI. Heel veel ontwikkelingen zie je dat het top-down gaat, maar AI merk je echt dat docenten, studenten, die zijn ermee bezig, zijn het experimenteren, hebben ook vragen. En door met elkaar erover te sparren, helpt je dat weer verder. Voor onze eigen ambities hebben we digitalisering nodig. Als instelling zijn we allemaal te klein om daar het verschil in te maken. En daarvoor moeten we echt samenwerken. We zijn zo sterk als onze zwakste schakel. Dus we moeten echt als sector ervoor zorgen dat we goed weerbaar zijn. Daar we ook niet te ver in doorschieten, want we blijven kennisinstellingen. Dus open blijft verschrikkelijk belangrijk. Maar met elkaar die balans daarin vinden en dat gezamenlijk te doen, ja, dan kom je echt verder. Samenwerken over de instellingen op bepaalde onderwerpen is echt cruciaal voor de volgende stap. En wij waren de tafel met allemaal dezelfde kreet, samenwerken en keuzes maken. Dus daar is de goede voedingsbodem voor. Ik denk dat digitalisering van het onderwijs de belangrijkste uitdaging van de komende jaren is. Willen we daar echt het verschil gaan maken voor onze studenten, voor onze docenten, dan moeten we dit thema echt heel hoog op de bestuursagenda zetten. En dan helpt het om hier als bestuurder te zijn. En eigenlijk vind ik dat alle bestuurders uit het MBO, HBO en het WO op deze Surf Summit moeten komen.